Dit is een eervraak uit 1997. In die tijd was het bijna onmogelijk om over eervraak te praten in Duitsland. De zaak is dan ook vrij onbekend, hoewel het slachtoffer uit een grote Duitse industriële familie stamt. Ketrin Reemsma studeert etnologie en is een pleitbezorger voor etnische minderheden, in het bijzonder Roma. Zij heeft vele ereambten op dit gebied, werkt als activiste en als etnologisch deskundige voor asielprocedures. Omstreeks 1990 komt de Roma Asmet uit Servië, of Bosnië, Joegoslavië naar Duitsland als vluchteling, met zijn vrouw en twee kinderen. Catrin en Asmet worden een stel en krijgen een dochter en een zoon, die momenteel de kleuterleeftijd hebben. Als gevolg van de twee kinderen, krijgt Asmet een verblijfsvergunning. In minder dan een jaar tijd maakt Catrin bijna 200.000 mark over aan de werkloos Asmet. De verblijfplaats van het geld is tot op heden onbekend. Men kan aannemen dat de familie maar onder de Roma als ongelooflijk rijk wordt beschouwd. Asmets ex-familie gaat terug naar Joegoslavië. De zoon uit het voormalige Roma-huwelijk woont waarschijnlijk ook tijdelijk in de flat die Ketrin in 1991 in Berlijn-Vriedenaar kocht. Op 9 juni steekt Asmets zijn partner dood met een keukenmes van 32 centimeter. In oktober begint het proces voor de Arondische Mensrechtbank in Berlijn. Buren melden dat de dader altijd kalm en aardig was. Dat het huwelijk harmonieus was. Het is heel goed mogelijk dat dit overeenkwam met de politiek correcte lezing in die tijd. Want in de activistische wereld is het onderwerp van geweld van Sinti en Roma tegen vrouwen taboe. Getuigen willen journalisten dwingen om de herkomst van de dader niet te noemen. Duitsland 1997. Het is dus mogelijk dat de relatie altijd gewelddadig is geweest. Zowel de oppas van de kinderen als Catherine's broer zeggen niets te weten van de relatie. Catherine zou niets gezegd hebben, vragen werden weggelachen. Misschien kon ze het niet zeggen, omdat anders haar hele levenswerk in twijfel getrokken zou worden. Ook in oktober 1997 werd Asmet veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf wegens doodslag. Het is onbekend of hij tijdens zijn gevangenschap is gedeporteerd. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraag. Abonneer je op ons kanaal Onderzoek Eervraag.